In 2010 fietste ik de Tour du Port, naar aanleiding van de Tour de France die toen in Rotterdam was. En toen ik bij Vlaardingen was, ongeveer, toen hoorde ik het bericht dat er een helikopter was neergestort. En dat bleek onder andere Ben Wind te zijn die daar aan het werk was in de helikopter en aan het fotograferen voor de haven. Hij was een hele bekende havenfotograaf, hè? Ja, hij fotografeerde ook voor dagbladen, maar hij was steeds meer een havenfotograaf. En hij heeft ook prachtig beeld van de haven gemaakt. En dat laten we hier zien. Hij maakte veel werk in de haven van alle activiteiten, van bedrijven, schepen natuurlijk, kaders, de techniek, veel techniek. Maar altijd, vrijwel altijd, de mensen die daarmee werken ook op beeld. We zien hier twee voorbeelden van foto's van Ben Wind, waarin één foto waar een huizenhoge scheepsgroef wordt gemonteerd. En dan heel nietig zie je twee monteurs hier die scheepsgroef monteren. En op een andere foto zie je de boeg van een schip. Nou, ik denk ook wel zo hoog als een kleine flat. En dan zie je dat twee mensen elkaar een touw toewerpen. Ja, dat geeft de schaal van zo'n haven ook heel goed weer. En tegelijkertijd ook dat het mensenwerk is. De mooiste foto van Ben, die kon ik niet aangeven, want ze zijn eigenlijk allemaal mooi. Maar deze spreekt me inderdaad ernstig aan. En waarschijnlijk ook omdat hij zwart-wit is. Maar ook omdat hij heeft het zo centraal gehouden, het hele beeld. En die mannetjes, als je goed kijkt, zie je ook met die handjes in dat graan zitten. En dan vooral die prachtige golven die je ziet, hè. Zwart-wit fotografie is daar sterk in, hè? Die grijstint. En dat zie je helemaal zo'n golven. Dit is dus wel mijn favoriet. Het eerbetoon aan fotograaf Ben Wind is alleen dit weekend te zien in het voormalige Heinekengebouw aan de Krooswijkse Singel in Rotterdam.